De tentoonstelling van de bekende fotojournalist Vincent Mensel is vandaag geopend in het Hof. Er zijn 94 foto's te zien van de koninklijke familie die Mensel de afgelopen 40 jaar maakte. Het Dordts Museum had dus bedacht, omdat ik een oude Dordtenaar ben, om hier wat in het kader van mijn verjaardag die hier aankomt, om hier dan een aantal van die, naar aanleiding dus van het koninklijk bezoek, uit mijn rijke collectie fotografie een serie foto's op te hangen die te maken hebben met het Koningshuis. Mensel was een van de bekendste Nederlandse fotojournalisten en werkte jarenlang voor het NSC Handelsblad. Hij maakte honderden foto's van het Koninklijk Huis. De generaties, maar ook de kroonprins, hoe die koning wordt, zijn moeder die koningin wordt, aantal staatsbezoeken die ik heb meegemaakt, aantal privésessies. Nou, dat vind je hier, dat tref je hier een beetje aan. Het is geen geschiedenisboekje van de Oranjes, want dat kan niet en dat heb ik ook niet. Het is een greep uit een collectie van mij en dan nog heel minimaal. Ook maakte hij de portretfoto van prinses Beatrix die is gebruikt voor de postzegel. Uiteindelijk is dit portret gekozen door Struiken, Peter Struiken, om toen op dat beroemde stippeltjeszegeltje van te maken. We hebben het er ook heel leuk bijgeplakt, even te laten zien dat is hem dus. De tentoonstelling is te zien tot en met 20 september. Als je hier zit, kan je nog eens even gezellig met de oude koningin op de foto. En dan heb je een mooi overzicht gehad. En het is voor oudere mensen natuurlijk leuk, want de jonge koning, die moet zich nu gaan bewijzen. Over 20 jaar hangt hier misschien de oude koning Willem-Alexander weer. En dan hangt zijn moeder weer aan het begin van de reis.